Beste kijkers, voor de wekelijkse BNP Paribas Turbotip in samenwerking met de aandeelhouder neem ik u graag mee naar de dagkaart, de dagchart van PostNL. Want daar lijkt een verbetering aanstaande binnen de downtrend. Dat mogen duidelijk zijn. We zien nog steeds een proces van lagere toppen, lagere bodems onder een vier dalende SMA-lijn. Dus wat dat betreft hebben de beren nog wel eventjes stevig de touwtjes in handen. Maar zoals gezegd, het ziet er naar uit dat vanaf de steungrens op 1,98,9 een interessante rebound kan plaatsvinden, oftewel een opleving in de downtrend. Eventjes de afstand met de gemiddelde lijn verkleinen en dat betekent een opwaarts potentieel naar uiterlijk 2,36 in die orde van grootte. Daar zal ongeveer de SMA-lijn in het veld komen en daar ligt ook de bovenste lijn van de Fibo-grid. En dat betekent toch een interessante risk-reward ratio, want als je met een stop op 1,98 te werk gaat en een opwaarts potentieel van 2,36 hebt, dan zie je aan de risk-reward-balken dat keurig voor elkaar is. En dat betekent dat je kan overwegen om de boel een handje te helpen met een turbo long 1,74, hefboom 4,19 met de bijbehorende ISIN-code. Tot slot even een blik op ons eigen model om nog wat extra informatie bij u neer te leggen. Daar zien we dat de swingteller naar een plus 2 standje springt vandaag. De RSI keurig verder opkrult. De DBS nog eventjes in een rebound stand blijft staan. Maar dat is ook de verwachting, namelijk optrekken, opstomen naar die SMA-lijn. De candle kleurt een beetje magertjes. Eventjes doorzetten bulls en laat vandaag ook een mooie witte candle zien. Eventueel met een klein opwaartse gap. En dat betekent dat ze dus kunnen opstomen naar de genoemde levels. Een interessante propositie voor countertrend spelers en koopjesjagers. Succes!